Zou je willen beginnen met je naam? De naam? Ja, de naam te noemen. Erold Kooi. Oké, en je woont in Utrecht. Wat is je medisch probleem? Ik heb de ziekte van Parkinson. Oké, sinds hoe lang weet je dat? Al een kleine 20 jaar. Zo, oké, 20 jaar al. Ja. Hoe oud ben je zelf nu? Nu ben ik 51. 51, dus was je 31? Rond 31 zijn de eerste symptomen waargenomen van de ziekte van Parkinson. Zo, en is dat niet heel eigenaardig om zo snel daar last van te krijgen? Het was redelijk jong voor de ziekte van Parkinson. Meestal is het een ziekte die tussen rond het 60ste levensjaar wordt gediagnosticeerd. Ja, en bij mij werd de definitieve diagnose rond mijn 34ste leeftijd ingekleurd. Zo, oké, klaar ben je. Het is een degeneratieve ziekte. Ja, maar bij jou is het dus... er zit beweging in op dit moment. Ja, het gaat nu in de sneltreinvaart de berg af. Oké. Okay. Nou, ik heb wat olie bij me. Die kunnen we proberen. Die neem je per druppel onder de tong. En dan 10, 15 minuten kun je zien of het enig resultaat heeft en wat het resultaat bij jou is. Doen we er eerst maar eens even 2, 1, 2. Ja. Oké. Okay. Hoe smaakt het? Ja, bijna niet. Maar bijna niet? Nee, ik heb mijn smaak niet anders meer. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, het is niet een consequentie van Parkinson. Mm-hmm. Ja, het reuken en de smaak is bijna met elkaar gerelateerd. Dus als het één wegvalt, dan ben reuk is 100% weggevallen. Ik krijg dus helemaal niks meer. Mm-hmm. Het heeft ook zijn voordelen af en toe. Ja. Maar ja, mijn smaak is toch wel onderhevig aan dezelfde symptomen. Zo. Oké. Okay. Dat kan wel goed. Ja. Wat voel je? Nou... Ja, als het al werkt nu, maar ik zou bijna zeggen dat de tremoren beginnen terug te lopen. Oké, wat wordt rustig. Ja, en als ik het namelijk hier voel, dan neemt de spanning hier af. Oké. Dat, ja, ik durf bijna niet te beweren dat het daar lukt, maar ja, op een andere manier voel ik het toch minder nu. Ja. Dat is wel een duidelijk minder hoor. Ja? Ik denk het wel, ja. Oké. En voel je ook iets in je hoofd? Nou, niet echt. Voel me niet duizelig worden of zo? Of nee, maar niks. Nee, voel me niet haai worden. Ja, dat is gunstig toch? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ik denk minder voor, ik heb er duizelig niet. Ja? Ja. Oké, okay, we zijn nu weer 10 minuten verder. En hoe is het nu? Nou, ten opzichte van het punt dat je hier binnenkwam, is het minimaal, als ik in procenten moet inschatten, minimaal met 50% teruglopen. Oké. Okay. Het is nog wel een beperkte spanning nu, maar die is niet meer visueel waarneembaar voor jou, want je ziet mijn handen niet meer trillen. Nee. En de spanning op mijn spieren, met name in mijn rechterbeen, die is bijna helemaal weg nu. Oké. Okay. Dus motorisch zou ik bijna zeggen, ja, mijn benen kan ik goed bewegen, mijn arm is wat minder. Maar dat was nog veel minder. Dus ja, voor, als ik nu stel moet lopen, zie jij niet meer dat ik warm zou hebben. Zo. Oké, het is nu 2 maart 2012. Bijna een week later. We hebben de vorige keer opname gemaakt en de eerste druppeltjes genomen op dinsdag. En nou is het vrijdag de volgende week. Hoe is het gegaan? Ja, alleen maar verbazend goed. Toen je hier was vorige week dinsdag, toen heb ik een tweetal druppels ingenomen. Wat al een verbazend goed rendement gaf. Want ik gaf toen een eerste reactie van dat het 50% was teruggelopen. Maar na wat langdurigere inwerking was het bijna 100% weg. En sinds die tijd heb ik dat niveau kunnen halen. Zo. Ik heb wel af en toe 3 druppels ingenomen, mm-hmm, per dag. Mm-hmm. Ja, nou, het resultaat is na van hand. Nog steeds 100% vervallen van trillingen en tremoren en alles erop en eraan. Ja, de tremoren en de spasmen beginnen natuurlijk de overhand te krijgen. Ook in de nacht en in de avond. En yeah, door die spasmen kom je gewoon niet in slaap. Want de bewegingen zijn zo heftig. Ja, dat je niet gaat slapen. Het is op een gegeven moment de uitputting die je tot slapen brengt.